Op woensdag 16 augustus 2023 heeft de Maritieme Autoriteit Suriname, afgekort MAS, de meest succesvolle scholieren van het voorgezet onderwijs voor jongeren, afgekort VOJ, en lager beroepsonderwijs, afgekort LBO, uit het district Para in het zonnetje gezet. Dit initiatief vond plaats binnen het kader van het MAS Excellence Award project dat als beleid streven naar uitmuntendheid heeft. Dit programma heeft als doel om leerlingen te stimuleren om uitstekende prestaties te leveren. De geslaagde leerlingen werden op het districtscommissariaat in onverwacht erkend vanwege hun voortreffelijke schoolprestaties. De erkende leerlingen waren afkomstig van verschillende scholen, waaronder Milo Onverwacht, Milo Kanaan, Milo Paranam, VOJ Onverwacht, VOJ Kopieweg, LBO GA Kortschool, LBO Witsanti en de Giovanni Montini School. De allerbeste geslaagden met de hoogste scoren ontvingen een laptop en een certificaat als beloning. Naast MAS-directeur Michael Amavo waren ook districtscommissaris Marlene Joden, parlementslid Patrick Kensenhuis en MAS-president-commissaris Stanley Betterson aanwezig bij dit evenement. Directeur Amavo benadrukte het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van het bedrijf en legde uit dat het MAS Excellence Award project bedoeld is om via deze samenwerking met scholen uitmuntende prestaties te belonen en aan te moedigen. MAS probeert met deze projecten leerlingen te begeleiden en te motiveren, voegde hij eraan toe. Het bedrijf had eerder al waardering getoond voor de beste geslaagden in het Komowijnen-district. Ook zal MAS de beste geslaagden in Marowijnen in het zonnetje zetten. De geslaagde leerlingen werden aangemoedigd om hun streven naar uitmuntendheid voort te zetten. Ze werden aangespoord om gefocust te blijven en hun doelen na te streven. Uitmuntendheid kan alleen worden bereikt als je doelgericht bezig bent, merkte directeur Betterson op, die enkele geslaagden zelfs vakantiebanen aanbood. De groep deed mee aan een spel waarin hun algemene kennis werd getest. De geslaagden maakte kans op verschillende prijzen, waaronder waardebonnen en het boek Haar Drie Werelden, geschreven door president-commissaris Betterson.